En de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie heeft in samenwerking met het Lalla Rookh Museum een lezing georganiseerd met als titel Interreligieuze samenwerking in Suriname, Guyana en Trinidad. Een verkenning. De inleider was Kirti Algo, die haar doctorale graad heeft gehaald met het onderzoek Reacties van Hindoes en Moslims op de christelijke dominantie in Suriname en Guyana in de periode 1950 tot en met 2017. Algo is na haar studie onderzoek blijven doen en heeft Trinidad ook daarbij betrokken. Trinidad, Suriname en Guyana zijn de top 3 landen in de Caribische regio voor wat betreft de grootste aantal Hindoes en moslims. Algo vindt de vergelijking van de 3 landen interessant, omdat de onderlinge verhouding van religieuze groepen op nationaal niveau beter te begrijpen is. Kijken we dus naar de verhoudingen tussen deze 3 religieuze groepen in de 20e eeuw, dan is het een rooskleurig beeldje. Volgens de analyse van zeker meneer Regelen waren 24 zwaar gewapende religieuze conflicten in de hele wereld. En van die 24 betrof 90% of zelfs meer dan dat conflicten tussen christenen, Hindoes en of moslims. Het punt is dat deze conflicten zijn voltrokken in gebieden buiten het Caribisch gebied, veelal buiten het Caribisch gebied. Je kunt je dan afvragen van, maar waarom niet het Caribisch gebied, waar je dus ook wel grote aantallen van christenen, Hindoes en moslims hebt? Het is het plaatje van de 20e eeuw. Algo zegt verder dat uit een studie van 198 landen is gebleken dat het Caribisch gebied vrij goed scoort als het gaat om de relatie tussen de overheid en religieuze groepen. En het zit ook goed met de relatie tussen deze groepen onderling. Wat doet de overheid als het gaat om religieuze vrijheid? En tweede, is er sprake van bepaalde vijandige houding tussen religieuze groepen? Dit plaatje maakt het duidelijk. Ik heb 2 vragen uit dus een onderzoeksrapport gelist. In 2 vragen zwaren. Was er sprake van violence, dus geweld tussen religieuze groepen? Was er sprake van gewapend conflict? En op beide vragen was dus de score van alle 3 landen tussen 2007 en 2016, circa 10 jaar, nee. Nou, dit zijn harde cijfers die aantonen dat het Caribisch gebied, en met name dus de 3 landen waar je het grootste aantal christenen, Hindoes en moslims hebt, in een vrij gunstige positie zitten. Aldus Kirti Algo, inleider bij de lezing Interreligieuze Samenwerking in Suriname, Guyana en Trinidad, een verkenning. Deze is georganiseerd door de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie en is gehouden in de ballroom van Lalla Rookh.